Poh. Ja, dat is mijn merk. Kikkes kikken. Kikkes kikken. Mijn rol binnen Kik is de functie van extern coördinator. Ik ben verantwoordelijk voor alle contacten met externe partners en sponsoren. Dat verschilt een beetje. We hebben natuurlijk een hele hoop partners en sponsoren. Met sommigen hebben we wat vaker contact. En we hebben bijvoorbeeld ook partners waar we gewoon iets minder contact mee hebben. Of waar we alleen contact mee hebben als we iets nodig hebben. En af en toe zijn we ook natuurlijk gewoon op zoek naar nieuwe contacten, nieuwe partners, nieuwe sponsoren. Die bel ik dan op en dan spreken we een keer af. En dan vanuit daar zien we hoe het loopt. Vaak krijg je gewoon koffie aangeboden en dan ga je een half uurtje kletsen over hoe en wat. En ja, het hangt er maar net vanaf waarvoor je daar bent. Als je komt om dingen af te spreken of omdat je iets nodig hebt, dan ga je het daarover hebben. Maar ik kom ook wel eens gewoon langs om even gewoon hoi te zeggen en het contact te onderhouden. Dat is ook altijd leuk. De vragen aan de partners van, nou, wat zouden jullie graag willen van ons? En vaak hebben wij al in ons hoofd, of ik dan, van nou, ik wil graag dit of dat, of ik wil geld, of ik wil korting, of ik wil gewoon graag sowieso een leuke samenwerking, of we hebben jullie nodig voor een video. Het kan echt van alles zijn. Ik ben de intern coördinator binnen Kik. Samen met Hanna deel ik de functie. Ik ben de intern coördinator binnen het bestuur van Kik. Mijn commissies vergaderen op dinsdag en woensdag en aan het eind van de week bekijk ik hun notulen. En eigenlijk 24/7 beantwoord je vragen, meestal via WhatsApp. Kijken de commissiecompetitie na. En we organiseren een actief ledenweekend en actief ledenactiviteiten door het jaar heen. We vinden het ook belangrijk dat ieder actief lid zich heel erg op hun plek voelen. Dus we zijn ook de vertrouwenspersonen binnen Kik. Sturen altijd verjaardagskaartjes en zorgen dat iedereen gewoon op zijn plekje zit. Met de voorzitters, want die vragen natuurlijk alles aan mij. Met Hanna, de mede-intern. Wij moeten natuurlijk ook alles overleggen en met bestuur. Elke maandag hebben we een vergadering. En daar worden eigenlijk de belangrijkste dingen altijd besproken. We hebben toch wel het contact met de actieve leden, denk ik. En het meevergaderen vind ik echt supergezellig. Want zo krijg je echt de sfeer mee binnen een commissie. Ik ben penningmeester. Ik hou de financiën bij van de gehele vereniging. Dus dat houdt in dat ik de begroting goedkeur of afkeur. Ik hou me bezig met het geld wat binnenkomt en wat er dus uitgaat. Dat gebeurt door middel van de begrotingen. Verder zorg ik dus ook dat het geld op de rekening komt. Door middel van incasso's elk jaar. De sponsorbedragen die binnenkomen en eventuele andere bedragen zoals eigen bijdrage voor reizen. En tenslotte zorg ik ook dat het geld uitgegeven wordt aan het eind van het jaar volledig. Ik denk het leukste is dat je voornamelijk een inzicht hebt in het hele jaar, zeg maar. Je bent bij alles een beetje betrokken. Dus ook al zit je dan niet midden in de organisatie van een introweek of zo, krijg je wel weer alle financiën en zo moet je goedkeuren. Dus je moet ook best wel betrokken zijn bij alles tegelijkertijd. Tegelijkertijd vind ik het ook wel leuk om ermee bezig te zijn, met cijfertjes bezig te zijn, wat ook wel helpt. Ik spreek natuurlijk het meeste met de voorzitters vaak of de penningmeester van de commissie. Dat verschilt een beetje per commissie. Bij de ene pakt de voorzitter het meer op, bij de andere de penningmeester. En verder met actieve leden probeer ik zoveel mogelijk contact te hebben. Alleen zie je die niet altijd ver weg achter je bureautje natuurlijk. Mijn taken als secretaris die verschillen best wel. Elke maandag notuleer ik de bestuursvergadering. Ik beantwoord alle mailtjes die binnenkomen. Dat is zowel instituut als leden als externe partijen. Ik beantwoord alle telefoontjes en daarna zorg ik ook voor dat onze verslagen er altijd goed uitzien voor beide ALV's. En dat is ook een beetje de creatieve kant van de functie, zeg maar. Ik hou me namelijk ook heel veel bezig met de social media en de maandelijkse nieuwsbrief. En dan kan je echt al je creativiteit in kwijt. En verder aan het begin van het jaar help ik alle commissies met het opstarten van hun drives en zorg dat zij gewoon lekker goed te werk kunnen. Nou, ik hou me dus ook bezig met social media en dat gaat momenteel in samenwerking met de promotiecommissie. En daar zitten we ook elke maandag voor samen, dus daar werk ik wel best wel veel mee samen. Verder beantwoord ik ook alle vragen op social media die binnenkomen, dus Instagram en Facebook en mailtjes ook voornamelijk. En verder zie ik ze voornamelijk bij alle activiteiten en bij de borrels en probeer ik altijd wel een praatje met ze te maken. En verder vind ik het ook heel leuk wanneer ze op kantoor even langskomen voor een babbeltje. Mijn functie binnen het bestuur van Kik is voorzitter. Ik zorg ervoor dat onze vergadering van het bestuur in een goede loop gaat. Ik help andere bestuursleden wanneer dat nodig is. En ik zorg dat hun eigen taken ook een beetje goed worden uitgevoerd. Ik ben
De RVT is eigenlijk, staat letterlijk voor Raad van Advies en Toezicht. Dus zij geven soms gevraagd, maar ook ongevraagd advies wanneer dat nodig is. We kunnen altijd bij hun komen met vragen als dat nodig is. Ze houden eigenlijk ook heel erg goed in de gaten of wij een beetje de richtlijn van de vereniging volgen. Dus of we echt een beetje bijhouden wat KIK nodig heeft en dat we doen waar KIK voor staat. De ALV is het hoogste orgaan eigenlijk van de studievereniging. Dus die zorgt ervoor dat de bestuur in de gaten worden gehouden. We hebben natuurlijk taken die moeten uitvoeren, deadlines die moeten halen. En daar kan ALV ons in de gaten houden met beleidsplan, halfjaarlijks verslag. Maar ook tijdens de ALV kunnen leden aan ons vragen over dingen die we misschien wel of niet goed doen. Of dingen die niet helemaal duidelijk zijn. Mooie activiteiten maken voor de vereniging. Hopelijk KIK ook gewoon een stapje hoger elk jaar zetten. Want je wilt toch wel groeien als vereniging. En een mooie band maken met alle leden apart, maar ook met de leden zelf. Our safe space. Ik vind het helemaal niet leuk. Best.